Bram krijgt voor de opnames een brandwond opgevriend, omdat hij benieuwd is hoe dat eruit ziet. En om te weten wat er dan verder gaat gebeuren. En daarvoor heeft hij een afspraak in het brandwondencentrum in Beverwijk. Wat zou ik hier dan eigenlijk aan moeten doen? Nou, het is goed dat je naar de dokter gekomen bent, want dit moet behandeld worden. En jij moet hier een verband voor krijgen. Oké. Wat is nou het allerbelangrijkste als je zo'n wond krijgt zoals ik? Nou, wat je onmiddellijk moet doen is koelen met water. Je hoeft niet helemaal koud te zijn. 10 minuten koelen met water, dat is wat je moet doen. Wat zijn tweede en derde graads brandwonden nou eigenlijk? Nou, dat kan ik je een beetje laten zien. Hier is het alleen maar een beetje rood, net als van een zonneverbranding. Dat is eerste graads, dat tellen we eigenlijk niet mee. En dan heb je daaromheen heb je brandwonden met blaren, die genezen nog vanzelf. Dat zijn tweede graads brandwonden. En als ze wat dieper zijn, en als de genezing veel langer duurt, dan noem je dat een derde graads brandwond. En dan kun je hier zien, die witte plekken daar, dat blaadje, dat zijn derde graads brandwonden. Dit moet goed verbonden worden, want anders krijg je daar een infectie. Dus je moet iedere dag hier een schoon verband op krijgen. Maar hoe komt het nou eigenlijk dat kinderen telkens het slachtoffer zijn van barbecuewonden? Nou, dat komt omdat grote mensen de barbecue aansteken en die zorgen altijd dat ze uit de wind staan. Die letten zelf wel op. Maar de kinderen die staan vaak in de wind en als er dan zo'n steekvlam ontstaat, dan gaat die in de richting van de kinderen. En die hebben dat helemaal niet in de gaten. En de grote mensen die hebben dat eigenlijk ook niet in de gaten. Is het klaar?